Steeds meer YouTubers maken gebruik van schokkende beelden voor kliks. Laatst is dit uit de hand gelopen toen de Amerikaanse Logan Paul het lichaam van iemand die zelfmoord had gepleegd gebruikte in zijn thumbnail. Ik ben benieuwd wat de Rotterdamse YouTuber I Am Denise hiervan vindt. Logan Paul, die inderdaad als het gaat om zelfmoord, Bos het onderwerp, eigenlijk daar een grap over heeft gemaakt, wat niet passend is geweest. Is dat viral gegaan? Ja, dat heb ik zeker meegekregen. En ja, ik vind het heel heftig hoe hij eigenlijk die clickbait heeft gebruikt, omdat het clickbait is eigenlijk de laatste 2 jaar, vind ik wel iets normaals geworden. Het is nodig om met je hoofd boven het maaiveld uit te steken, want er zijn zoveel video's tegenwoordig. Ja, en je moet maar net aangeklikt worden. Hij heeft het dan wel echt op een foute manier gebruikt, want ja, het is toch echt wel privacy die hij aantast van iemand. En er kunnen kinderen van onder de indruk zijn. En hoe ga je dat gesprek volgen? En dat heb ik dus ook met mijn dochter gedaan. We kijken regelmatig samen op Instagram, wat is er allemaal op social media en hoe eigenlijk dat een soort van normaal is, is dat ook de manier waarop je een gesprek ook kan gewoon aangaan. Ja. Ik had de vlog zelf van hem gemist, alleen later, toen het een beetje aan het opblazen was, toen heb ik er wel een soort van op ingekeken. Ja, kinderen die zijn echt heel erg gefocust op, niet echt op die onderwerpen, gelukkig. Maar inderdaad, als het over muziek gaat, over belachelijk maken, dat soort dingen. Dat zien ze wel en ze krijgen het ook wel echt mee. Ik denk dat het heel belangrijk is om erover te blijven praten met kinderen. Want dat merk ik zelf ook wel. Ik heb natuurlijk ook soms wel heftige thumbnails, zodat ik denk, kan dat wel ook als juf? Maar dan denk ik, als ik het kan verantwoorden en als ik goed uit kan leggen waar het over gaat en een kind vraagt me er wat over of zegt er wat over, als je het dan goed kan uitleggen, en dan mogen ze best wel ook een kritische noot hebben, dan kan je het wel draaglijker maken voor ze. Dus de grens van clickbait, ik denk wel, om het voorbeeld van Logan Paul te gebruiken, die gebruikt nu echt iemand anders en eigenlijk familie van iemand anders om zijn video aan te laten klikken. En ik denk dat je het altijd wel echt bij jezelf moet houden. Dus als het gaat over jezelf, iets waar jij helemaal achter staat en waar je anderen niet echt mee kwetst, dan vind ik het nog kunnen.